Je begint direct uit universiteit. Je hebt eigenlijk nog nul ervaring. En dan bel die mensen met 20 jaar ervaring en zeggen... Wouter, ik weet het niet meer. Wat moeten we doen? Als 20-jarige studenten stapten we in een intens avontuur. We werkten 60 uur per week voor het ene doel. 'S Werelds eerste gezinsauto op zonne-energie, Stella. We werden wereldkampioen en we wonnen de Crunchy Award. De Oscar van de technologie. De mogelijkheden waren oneindig. Ik ga op zoek naar mijn oud-teamgenoten, die nu wonen en werken over de hele wereld. Hoe zou het nu met hen gaan? Maar dit is de auto. Deze keer ga ik naar Taiwan om Wouter op te zoeken. Hij is nu escalation lead bij chipmachinefabrikant ASML. Bye, thank you. Dit is de stapé in de winter. Oh, heerlijk. Dat is even de vraag. Wil jij de, zeg maar, echt een Taiwanese ervaring en zeg maar gewoon aan een heel schaal tafeltje zitten? Als reislustige avonturier nam Wouter in het eerste team de volledige organisatie van de overtocht naar Australië op zich. Daarnaast wist hij met zijn werktuigbouwkundige achtergrond en zijn ongekende enthousiasme ontelbare partnerships op te zetten met de industrie. En als je echt avontuurlijk bent? Ja, daar ben ik. Oké, okay, ze hebben er ook hersenen zoek. Oh nee, laat maar. Daar aan de tafel. Ja, dit is wel zo werkt het altijd in Taiwan. Je krijgt gewoon een kaartje en dan moet je aanschrijven wat je wil. En dan gaat het. Xie xie. Oh, het is serieus heel lekker. Ja, toch? Mm-hmm. Oké, waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar het Chiang Kai-shek Memorial Hall Park. Oh, dit is echt heel mooi. Ja, dus nu staan we hier in Taipei. En ergens verbaast me ook helemaal niet dat jij hier bent, want het is avontuur, het is lekker eten en de mechanical engineering, alles in één. Klopt. Maar ik vroeg me ook af, want het lijkt ook wel heel erg op die solo-teamtijd, die elementen. Wat herinner jij als je terugdenkt aan die tijd? Wat is echt iets wat jou? Nou, het was natuurlijk echt een tijd waar we alles moesten uitvinden. Dat vond ik super mooi. Je bent bezig als student, maar je hebt super veel verantwoordelijkheid. Misschien dat we op dat moment niet eens realiseerden, maar als ik nu terugkijk hoeveel momenten er waren waar het fout had kunnen gaan, waar we nooit zo'n mooie geschiedenis hadden kunnen schrijven, denk ik, wow, super tof dat we dat gewoon konden doen als studenten, zeg maar. Dat ik denk vooral trots dat we dat zo'n verantwoordelijkheid hadden en dat we dat toch van elkaar hebben gekregen, denk ik. Echt nice. Want een van de herinneringen die ik ook nog met jou heb, zeg maar, want jij zat natuurlijk een team voor mij, ja. Maar jij regelde alles rondom Australië, dat was ook een van mijn verantwoordelijkheden, dus wij hadden natuurlijk wel meer contact. Maar een van de dingen die ik me nog kan herinneren is toen de Crunchy Award gewonnen werd. Oh, ja, ja, ja. Jij deed de communicatie toen. Ja, ja, ja. Om 4 uur 's nachts werd die uitreiking gedaan in Amerika. En dan moesten wij klaar zitten. Maar wij dachten allemaal, ja, we gaan die toch niet winnen. We moesten tegen Apple, Google en SpaceX en zo. Die gaan we toch niet winnen. The runner-up for the best technology achievement in 2014 is... Apple Pay. And the Crunchy goes to... The Stellus solar-powered car. En toen wonnen we dus wel. Ja, dan realiseer je het, hè? Als de hele wereld het begint te herkennen, inderdaad. Ja. Ja, wel echt gaaf. En nu in je werk, want wat doe je nu, wat doe je eigenlijk ongeveer? Oké, heel in het kort. Nou, ASML, wij maken machines die gebruikt worden om chips te maken. Maar ze zijn technisch enorm lastig. En daardoor zijn ze redelijk duur. Eigenlijk als een klant machines koopt om een fabriek op te zetten, zijn wij de duurste machine. Nou, daardoor zijn wij eigenlijk de bottleneck in de fabriek. Ze hebben heel veel machines van misschien de andere type, maar wij van onze machines maar een paar. Nou, als die machines kapot gaan, dan ligt dus eigenlijk een groot deel van de hele fabriek stil. En daardoor is de druk heel groot om die machines zo snel mogelijk weer aan de gang te krijgen. We hebben engineers 24/7 daar zitten bij de klant. Als het nou te lang gaat duren, dan gaan we escaleren, noemen we dat. Dan gaan we dus extra hulptroepen inschakelen. En ik ben er als escalation project lead om dat proces zo goed mogelijk te begeleiden. Nice. Nou, ik ben echt benieuwd als we morgen gaan kijken. Ja! Oké, okay, wat gaan we nu doen? Wat we kunnen doen is even naar mijn appartementje gaan. Daar hebben we wel best wel mooi uitzicht over Taipei. En wat ook een leuke plek is om te zien, is Elephant Mountain. Dat is zeg maar een soort van weggetje de berg op. En dan heb je ook een mooi uitzicht. Misschien dat we daar ook even heen kunnen. Oké, cool. Ja? Ja, nou, die kant op dan. Nederlands, hè? Ja, klopt. Ja, wij hebben in het solo-team van Eindhoven gezeten. Ja? Met de zonneauto. Oh, ja, ja, ja. Als ik mensen meeneem, zeg ik, ja, ik weet, het ziet er creepy uit.
Tadaa, hier is het. Yes. Hoe ben je in het huis gekomen? Nou, ASML, voordat ik hier in maart begon, hebben ze gezegd, nou ga maar een weekje naar Taipei toe. Dan mag je een mooi plekje gaan uitzoeken. Welkom! Wow, echt mooi. In de Korean. Ik had niet verwacht, zoiets. Oh, dat vind ik echt... Misschien is meer Aziatisch verwacht. Ik had het echt super gezellig. Oh, kijk, en daar staat Stella. En die heb ik er echt niet neergezet dat jij nou kwam. Die staat hier oprecht altijd. Nou, daar is de 101. En dan daarnaast ongeveer is de Elephant Mountain. Dan gaan we dadelijk omhoog. Nou, dit is dus Taipei. Hoe chill dat je hier woont. Waar is ze? Tada! Oh, shit. Wow, dat is echt niet normaal. Ik kan naar boven. Hey, maar ik moet echt even mijn zusje gaan bellen. Oh, zusje? Ja, oprecht. Oké. Of ben ik nou aan mijn nek aan het lullen? Oh nee, het is... Ik heb helemaal geen zus. Hoe laat is het nou? Oh nee, het is over een uur. Oh, oké. Okay. Ja. Kunnen we trouwens wel die kant op lopen? Dat is wel mooi. Hey, als je nu zo kijkt, hè, hoe is voor jou het leven in Taiwan? Nou, ik vind het altijd wel mooi als je dan uitkijkt inderdaad over zoiets, dat je een soort van realisatiemomentje hebt van... Holy shit, ik zit echt in Taiwan. Want natuurlijk, door de week af en toe dan denk je er gewoon niet meer aan, zeg maar. Je komt ook natuurlijk hier in een soort van routine terecht. Maar ik moet wel zeggen, het is wel een fijne routine. Met lekker eten, met elke dag lunch die voor je verzorgd wordt. Ik vind de Taiwanese mensen echt super aardig. Ze zijn heel behulpzaam. Echt toffe mensen. En hier dat je dus gewoon dingen kunt doen als hiking. Ik hou er echt van om in de natuur te zijn. En in Taiwan is dat heel makkelijk. Hier, we zijn zo vanuit de stad, zijn we hier. Dus dat soort dingen, ja... Dat is natuurlijk geweldig. Ja, dus je gaat met plezier naar je werk hier. Ja, oprecht. Maak je ook lange dagen hier of valt er wel mee? Ja, dat is wel een verschilletje. Ja? In het begin had ik daar wel last van. Of ja? Ik denk dat het echt helpt inderdaad om af en toe weg te gaan, om ook weer te appreciëren wat je eigenlijk hebt thuis. Ja. Ja. We zijn op de Elephant Mountain. Was toch leuk? Ja, leuk. Wil je wat eten? Ja. Goedemorgen. Welkom in die partyboot. Oh. Kan ook zomaar in Miami zitten of zo, weet je niet. Ja, zo vind ik. Welkom to Business District. Hier is Tada, ASML. In zijn Chinees Ezmol. Ezmol? Ezmol. Good morning. Hey, good morning. Was het hier? Ja. Yeah. Oh. Tada, officieel visitor. Yes. Cheers. Wat doen we nou eigenlijk? We maken chips. Misschien is het ook misschien niet voor iedereen duidelijk wat nou een chip is. Maar als je bijvoorbeeld je iPhone hebt, als je erin kijkt, zit een hoop onderdelen in. Maar één belangrijk is bijvoorbeeld de processor. Die zorgt ervoor dat alle berekeningen gedaan worden. Als je daar op in zou zoomen, dan zie je dat in die processor eigenlijk een heleboel kleine schakelaartjes zitten. Die op een slimme manier met elkaar verbonden zijn, waardoor je dus intelligentie krijgt. Nou, om die chip te maken moet je heel veel laagjes op elkaar bouwen met die transistors, die schakelaars en alle verbindingen. En wat wij doen is het design eigenlijk bepalen van al die laagjes. Laagje op laagje op laagje. Want wij doen één onderdeel van het hele proces, waarin die laagjes opgebouwd worden, chemisch. Maar wij schieten licht erop, waardoor het design bepaald wordt. En als je dan gaat bedenken van, wat is heel belangrijk? Er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen. Enerzijds, hoe klein kun je het lijntje maken? Als je hele kleine lijntjes kunt maken, kun je heel veel schakelaars op een bepaalde grootte zetten. En kun je dus een snellere processor maken of met meer vermogen. En het andere is, hoe precies kunnen wij de laagjes op elkaar schieten? Je kunt je voorstellen, als we een laagje maken en het volgende laagje komt erop, maar hij zit ernaast, dan kun je geen connectie maken. Dus
dat moet ook heel, heel goed op elkaar zitten. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen voor onze machine. En dus hoe nauwkeurig moeten die lagen op elkaar zitten? Dus waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over nanometers. En om een beetje een idee te geven, mijn baard groeit 5 nanometer per seconde. En wij zijn nauwkeurig op ongeveer 4 nanometer. Dus ongeveer naar wat mijn baard dus in 1 seconde groeit, dat is hoe precies wij die laagjes op elkaar schieten. Oh, dat is echt indrukwekkend. Het is echt heel klein. En daar moeten we dus ook heel veel trucjes voor doen, zeg maar, of trucjes en slim design om dat van elkaar te krijgen. Nu is de grote vraag, als ik mijn inbox open, of de branden groot zijn. Ja, als de shit echt aan is, dan krijg ik 's ochtends af en toe wel eens een mesje alvast van mijn baas. Kan je ook in het weekend ook gebeld worden? Kan ook gebeuren, ja. Dat is echt intens. Maar wel leuk. Moet ik, ik kan je afspraken wel aannemen anders. Oh ja, dat is echt wel fijn. Een secretaresse voor vandaag. Ik ben dan weer. Ja. Ik zie nu dat er hier een machine, die is down. Sinds 3 uur deze ochtend. Nou, het is natuurlijk nu de eerste dag. Dat is voor onze mannen in de fabriek, die beginnen al te rennen natuurlijk. Ja. Die willen de machine zo snel mogelijk aan de gang hebben. Voor mij is dit nog niet meteen een rode vlag. Dit is nog geen escalatie? Dit is nog geen grote escalatie. Ik heb al een paar keer gehad dat de machine echt, echt lang down is. Dus het kan echt bijvoorbeeld meer dan een week down zijn. Nou, dan zit de klant echt op hete kolen, want die machine die verliest dus, die zorgt voor 70.000 euro verlies per uur. Dus er zit een flinke druk op om dat weer goed te krijgen. Als je een week eruit ligt, dat is gewoon... Ja, dus gigantisch. Het is vooral ook lastig uit te leggen als we het gewoon nog niet weten, zeg maar. En dat gebeurt af en toe. Is dat ook echt iets typisch voor jou? Zeg maar, want dit klinkt echt als gewoon... Oké, je krijgt een case en daar gewoon je brein op kraken en dan zoeken naar die oplossing. Zeg maar, zodat, is dat iets wat je altijd al leuk vond? Of? Nou, dat gaf bijvoorbeeld ook in het Solar Team heel veel energie. Dat je zegt van, oké, heb ik nou een concreet probleem? Er zit tijdsdruk achter. Er hangt heel veel van af. Oké, ga het nu oplossen, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk, geeft heel veel energie. Dan voel ik meteen mijn adrenaline opborrelen. Dat is ook een van de redenen waarom ik die baan bij ASML begonnen ben als troubleshooter. Dus eerst was mijn baan echt om datzelfde troubleshooting te doen. Dus dan belden die tweede lijners. Dat is wel leuk, want je begint direct uit universiteit. Je hebt eigenlijk nog nul ervaring. En dan belden die mensen met 20 jaar ervaring en zeggen... Wouter, ik weet het niet meer. Wat moeten we doen? Ik heb mijn studieboeken. En dan, hoe begin je dan? Nou, gelukkig heb je een team van ervaren mensen om je heen, zeg maar. En die kunnen je op gang helpen. Maar je komt erachter dat je al redelijk snel, door de kennis van de universiteit toe te passen en die modellen goed in je hoofd te hebben, kun je heel snel waarde toevoegen. Ja, echt tof. Hier, dat is ook krap. Oh. We moeten visjes vangen. Gaal. Ze hebben wel ergens levende garnalen. Een bakje en een garnaaltje springen nog heen en weer, zeg maar. Met sojasaus. Een collega vertelde me ook, ze bijt ook een beetje in je tong. Oh, er komt een earthquake aan. Echt? Dat meen je niet. Oprecht? Dat meen je niet. Ja. Huh? Dit oprecht misschien een escalatie. Maar ik voel nog niks, dus... Maar wat staat er dan? Emergency alert, quake alert, beware of probable shaking. Je bent niet snel onder de indruk, hè? Het kan serieus iets zijn, maar... Ik had verwacht dat het nou wel de grond zou shaken. Het zou normaal gesproken een paar seconden moeten gebeuren dan. Oh zo. Dus ik denk dat we veilig zitten. Maar ze zijn wel snel te lopen ook. Misschien denken ze nu, maar... Oké. Nou, bijna je eerste aardbeving meegemaakt. Oh my god. Wat was het dan? Was die dan? Dat was de helft. Wel echt op. Maar je bent al helemaal geïntegreerd hier ook. Maar stel ik zou je over 5 jaar weer komen opzoeken. Ben je dan nog hier? Of? Wat ik naast de techniek altijd interessant heb gevonden is eigenlijk de businesskant. Dus meer strategisch nadenken. Ook toen ik een baan aan het zoeken was, was ik aan het denken over strategie consultancy, management consultancy. En ik zie nou dat ik dat ook in ASML dat soort banen kan doen, zeg maar. En waar ik dan ook die technische achtergrond nog steeds goed kan gebruiken. Want wat ik ook zie binnen ASML, tot het hoogste management praten ze nog technisch, zeg maar. Dus bijna iedereen is eigenlijk technisch onderlegd.
En die technische basis heb je echt nodig. En ik heb nu het gevoel dat ik nu de basis heb die ik kan toepassen in een meer strategische functie. Dus dat spreekt me wel heel erg aan. Dus de kans is groot dat ik die kant op ga bewegen. Ja, heel cool. Ik zou nu zeggen, toetje? Dat lijkt me een heel goed idee. Ik zag daar die pannenkoekjes. We weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien. We kunnen ons alleen wel voorbereiden op mogelijke toekomsten. En dit is een van de mogelijke toekomsten.